Dat gaan we doen. We gaan even een rondje rijden, dan komen we hier zo meteen nog weer een keer langs. We gaan hier naar links en we komen zo meteen aan de rechterkant er weer uit. Nou, dit is de 4. 43. Daar is het doorlopend. Maar daar kan er wel wat uitkomen. Dat is een uitrit. We lukken zijstraat maar onverhard. Een uitrit. Kruising is niet deze. Het is hier zo. Boerstegen. We krijgen nog steeds niks in mijn spiegels. Ik wil zo graag een milkshake halen, maar ik ben beperkt in mijn cash. Wordt dan waarschijnlijk toch eventjes een... Wordt er toch weer een flesje AA. Ja, ik kom 89, 79, 99%. Nou, dit stuk rijden we zo meteen nog een keer. Ik ben gewend te schreeuwen, ik weet niet of dat nodig is. Hier gaan we straks naar links. Dan gaan we daar aan de overkant. Naar de bovenkant. Is ook wel lekker wonen, hè? Hier ook wel. Als iemand een huisje koopt, ik wil het maar huren. Allemaal zand op de weg, joh. Nou, rijden we zo meteen even door tot en met attractiepark De Waarbeek in Hengelo. Aan de kant van Hengelo.
Het is wel lekker rustig hier, hè? Nee! Oh! Nee! Ja, de versnelling. Dat was een oprit naar niks. Ho! Ho! Volgens mij zag ik een auto achter mij. Ho! Ho! Hé, hey, staat te koop. Nee. Moet je kijken hoe mooi. Kijk toch eens, het zou hier maar mogen wonen, mensen. Gas geven, ik denk er vooraan. Ik wil je net ook beginnen te rijden. Hey, ho! Ja, ja, daar gaat hij weer, daar gaat hij weer, daar gaat hij weer. Nou, die auto die net rechts stond, die is naar deze kant uitgekomen. Die laatste auto die is de andere kant uitgegaan. Hier, rustpunt. Hey, daar gaat hij weer, beneden. Hey, ho! Oh. Ah, ik voel tegen. De auto is achter mij weg. Volgende mesjes. Piep piep. En er rijdt weer een auto achter mij. Meter om 300. Nee, ho! Hier gaan we zo meteen in. Nou, we gaan eerst even hier, dan gaan we draaien. Mag ik iedereen een tip geven die wil draaien op de weg? Dat hoeft dan niet per se via een fietspad. Kan ook gewoon hier daar. Maar kijk, nou heeft men zijn zicht. De waarbeen! Maar hoor ik al wel wanneer, dat is de Efteling, hè? Dan zie je van jong en oud. Als je er van houdt. Oh.
Ik wil lekker relaxed rijden. Nou, ongelukkig geweest met de motorfiets. Waarschijnlijk iemand die wil draaien. En de motor over de hoogte heeft gezien. Hey, nu zijn wij net ook al geweest. Netjes afstand hoor. En dan werden ze ook beleefd. Dus als je krap rijdt achter mij, gaat op een bumper kleven. Dan heb ik je liever voor mij dan achter mij. En op het moment dat je netjes afstand houdt, en je maakt daadwerkelijk een aantal kilometers sneller. Ik weet, mag je 45, hun 60. Nou, gangbare snelheid 65. Nou, gaan we nu richting Enschede Zuid. Hier reden we net met dat trekkertje ervoor. Als ik een camera heb, zit ik er nog vaak. Nou, gaan we bij tankstation voorlangs. Wat dan zou ik zeggen, gaan we hier bij de stoplicht aan de overkant. Het moet de eerste keer zijn, maar ja. Euro 95, 2,13 euro. Gisteren was in Hengelo 1,85 euro voor 9. En is 87,90 gekocht.
waar ik langs gereden ben. Deze dag, la 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 la, de schijf is vol, de taak volbracht.